Nijmegen, de oude keizerstad, de trots van Nederland, ging in rook en vlammen op. We stonden op het station en toen ging de sirene. Maar toen hou je op het station zo'n piemanketje staan. En toen gingen wij onder dat piemanketje staan. En ik moest plassen. En toen zei zo'n man, kom hier maar zitten. Maar dat deed ik niet, dat deed ik niet. Toen gingen mijn moeder en ik vlug naar de overkant naar het hotel. Toen kon ik daar plassen. En toen zit ik op de wc, toen vielen al die bommen bij dat piemanketje. Allemaal dood. Allemaal dood op het station. De uit de 13e eeuw daterende Sint-Stevenskerk, een van de symbolen van de stad, biedt heden een beeld van zinloze verwoesting. Eigenlijk is de titel inspiratie op wat ik altijd tegen mijn oma zei. Van, goh, oma, fijn dat we de chocolademelk nu hebben. Vertel nog eens over de oorlog, weet je wel, kom maar. En zij vertelde dat dan altijd graag. En zij is onlangs overleden en dat kan niet meer. En toen besefte ik me ineens, oh wacht... Straks kan dat helemaal niet meer. En toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als we met ons gezelschap zo'n ode kunnen maken aan die generatie die oorlog wel heeft meegemaakt. En als we dan ook nog de focus kunnen leggen op de stad waar ik vandaan kom. Dus dat is eigenlijk waar het vandaan komt en waarom we het doen. Door het afwerpen van talrijke brisantbommen in de binnenstad tijdens de spitsuren van het verkeer, waren de verliezen onder de burgerbevolking hier bijzonder groot. Overal werden hulptroepen aan het werk gezet. Die doden en gewonden uit de verwoeste huizen halen. En toen liepen wij naar huis en toen kwamen allemaal handkarren met die mensen erop. Allemaal gewond en dingen. En die werden allemaal in die tuin gelegd. En dat heb ik allemaal gezien en dat was verschrikkelijk. Ik hoop dat mensen naar buiten lopen en zichzelf dan inderdaad afvragen. Wat is mijn rol eigenlijk, weet je wel? Ik denk dat we heel veel ontwrichting in de samenleving zien en dan allemaal niks doen. Ik vind de jeugd... Die moet dat echt nog wel weten hoor. Want dat zat ik net te vertellen. Als ze thuis komen, school, ze pakken maar melk en dingen. Maar dat hadden wij vroeger niet. Dat was niets. We moesten uren in de rij staan voor een liter tapte melk. Dus dan moeten ze wel beseffen wat ze nu hebben.